Hallo, ik ben Frank van der Weijer en in dit filmpje laat ik je de basisfunctionaliteiten van Weebly bekijken. De website die je daarvoor nodig hebt is weebly.com. Ik heb me net even met mijn mailadres geregistreerd en dan kom je op deze site. Ik ben dus ingelogd en ik ga nu klikken op site, zodanig dat ik een echte site ga kunnen maken. Je kiest hier een thema. Je hebt hier heel wat keuzes. Ik ga het even houden op deze hier in een andere kleurenpalet dan nog in het blauw. Kies. Dit is hoe mijn website er gaat uitzien. Ik kan eventueel op stijlen of kleuren selecteren als je dat wil. Voilà. Het domein voor mijn website kiezen. Een subdomein op weebly.com. Ja. Of je kan, als je een bestaande registratie hebt, bijvoorbeeld www.frankvanweer.be of .com, dan kan je die daar later naartoe verwijzen. Maar ik kies dus hier voor een subdomein onder Weebly. Frank Voorbeeld is beschikbaar. Dus frankvoorbeeld.weebly.com wordt mijn adres waar ik mensen naartoe. En ik ga meteen maar door. Je kan hier eenvoudig een handleiding gebruiken, maar ik ga door naar mijn site bouwen. Dubbelklik hier op die tekst om die aan te passen. Welkom bij Frank. Deze. Deze tekst vervang ik eventueel ook. Mijn nieuwe webstack. Knoptekst aanpassen. Klik hier. De link, bijvoorbeeld www.google.be. Als je daar dus klikt, kan je voor Google. Zo. En dan kan je hier zaken links, bijvoorbeeld een foto of wat dan ook, gaan bijslepen. Als het ware. Een fotogalerij, een map bijvoorbeeld. Ik wil hier even. Map van waar ik woon. Niet San Francisco, maar is. Voilà. Die positie enzovoort, die zal je wel snel genoeg beheersen en begrijpen. Zo, hier kan ik nog gaan bewerken. Als ik dat wil, eventueel een andere background. Bijvoorbeeld het feit dat ik wel eens graag gaan lopen, selecteren, dan krijg je die. Eventueel kan je die verkleinen of vergroten, zoals je hier ziet. Voilà. Change image. Eventueel nog een opslaan. Save to all pages. Dan zijn al mijn pagina's op die manier. Ik kan hier nog andere dragingen aan terug bijvoegen. Bijvoorbeeld een videootje gaan tussen smijten. Ik ga even wat lager staan. Er zijn ook wat trucjes om dat beter te doen. Je ziet dat je hier mogelijkheid hebt om dat een keer te proberen of te upgraden. Voilà. Ik ga dat nu even proberen. Daar kan ik een video opladen. Maar je kan ook inbeddingscode gaan pakken. En met die inbeddingscode, dat ga ik even laten zien, voilà, bezig met laden, kan je dus een filmpje van YouTube. Onder dat filmpje heb je een knop, dus dit is een filmpje van YouTube. Onder dat filmpje heb je altijd een knop insluiten staan. Als je dit kopieert, dat is een HTML-code, dan kan je die
die hier, zodra dat die edit custom HTML, Ctrl V, of Ctrl V, en publiceren. Bevestigen dat ik een mens ben. Toch publiceren. Die film daar op een andere manier opgezet had. Hier, deze hier. Gaat hij dan natuurlijk die pro-account veranderen. Ja, dus hier die HTML. Dus op die manier kan je toch nog filmpjes gaan bijzetten. Ik wil nog even hierbovenaan Home, About en Contact. Dat zijn dus andere pagina's. Je krijgt daar elke keer bijvoorbeeld je contactpagina. Daar kan je dan weer zaken gaan opzetten. Op die Home-pagina had ik er straks een knop staan. Klik hier voor Google. Wel, je kan ook op die manier uiteraard knoppen gaan zetten. Dat stond hier maar gelijk welke website. Dus als ik hier ergens een knop wil zetten, bijvoorbeeld, dus die hier onder die film heeft zetten, zo. Dan heb ik zo'n knop zoals die hierboven stond er straks, die exact hetzelfde is. Voilà. Dat is in grote lijnen hoe dit werkt. Kijk zeker deze zaak hier links nog eens na. Je kan hier nog antwoordformulieren bijvoorbeeld, waarbij je niet je mailadres vrij hoeft te geven. Hierbovenaan links kan je structuurbewerking, media, commerce en meer terugvinden. Publiceren, toch publiceren. En als ik nu even hier Frank voorbeeld. Zie je hier mijn pagina met die YouTube die ik er straks, weet je nog, embed had. Ik ga hem even hier terug laten zien. Het leek alsof hij dat niet deed hier. Daar zo. Nu heeft hij dan dus wel gedaan. Die YouTube geplakt. Voilà, veel plezier ermee.